Het volgende mailtje krijg ik binnen van de redactie. Hier staat, beste redactie, we staan weer voor de deur met allemaal bevrijdingsactiviteiten en festivals, gekleurde, geschminkte mensen door de straten. Maar er zijn ook nog mensen die vastzitten, die niet bevrijd zijn van het lasten. En daar gaat de volgende link over. Nou, dan moet je dus naar een link klikken. En zeker met nu, met de landelijk thema Ik zie je, hashtag Ik zie je, waar kinderen met een beperking een kans moeten krijgen, is de volgende link een prachtig initiatief waar ze graag met jullie om tafel zit van gedachten wil wisselen. Dat staat letterlijk in de mail. Aan de lijn heb ik Henriette Bredhouwer van Crea Roos. Henriette, goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst Crea Roos. Kun je daar eerst even heel kort over vertellen? Wat is Crea Roos? Nou, Crea Roos is een winkel in Lievelde. En zij verkopen allerlei ballondecoraties, sminkartikelen voor iedereen, eigenlijk over de hele wereld heen. En de winkel wordt geleid door Brenda Roosendaal. Zij is de eigenaresse van de winkel. Juist, oké. En nou is het zo dat jullie geld ophalen, dat doen jullie eigenlijk al de hele tijd, hè? Constant, voor Noah Bredhouwer. Wie is Noah? Ja, wie is Noah? Nou, Noah is een jongen van 12. Alleen Noah is iets bijzonders als een andere kind van 12 jaar. Hij zit in een rolstoel en hij heeft het Caudaal-regressiesyndroom. En dat betekent eigenlijk dat zijn onderlichaam niet is meegegroeid. En waardoor hij dus rolstoelgebonden is. En daarnaast heeft hij een auditieve en visuele beperking. En dat betekent eigenlijk dat het heel wat tijd vergt natuurlijk ook om hem te verzorgen. En dat het ook heel veel geld kost. Hè? Want ik zal me af te vragen, hoeveel draagt bijvoorbeeld de gemeente bij? Nou, de gemeente, als je het hebt over een aangepaste bus, hè, waar we dus nu voor aan het sparen zijn. Dan zegt de gemeente, wij passen de aanpassing, willen we meebetalen. En dan moet je ook weer uitgaan van zo'n 10.000 euro. Ja. Maar daarnaast stellen ze nog wel voorwaarden. En dat betekent dat een bus die je aanschaft niet ouder mag zijn dan 5 jaar. Het mag een aantal kilometers mag het gereden hebben, maar ook mag niet over een aantal kilometers weer heen. Dus dat betekent dat je zo nog ongeveer zo'n 30.000 à 40.000 euro bij moet komen. Wil je een bus hebben die helemaal aangepast is op Noah? Ja, om maar even wat te noemen eigenlijk. Hè? Want je hebt het nou over de bus. Maar natuurlijk komen er nog veel meer kosten bij om Noah te verzorgen. Ja. Dan moeten we wel heel eerlijk zijn dat we in Nederland natuurlijk ontzettend wel hele goede voorzieningen hebben. Ja. Dat er goede zorg wordt geleverd, dat vooropgesteld. Maar er wordt wel altijd heel vaak een donatie gevraagd, van ouders gevraagd om een eigen bijdrage te leveren. En dat doen ouders natuurlijk ook altijd wel. Maar niet wetende dat dat eigenlijk voor alles is wat aangepast is. Er is niets normaal. Wij samen naar de stad gaan om schoenen te kopen. Dan loop je een winkel in en kies je een paar mooie uit. Voor deze kinderen geldt dat ze daar vaak al eerst 6 keer naar een instantie moeten gaan om hun voeten aan te meten, om te passen, et cetera. En er komen ook wel extra kosten bij kijken. Ja, om maar even wat te noemen. Ja, oké. Dus vandaar dat het ook heel belangrijk is dat er wel geld blijft binnenkomen natuurlijk. Ja. En wat is de link met 4 en 5 mei? Kun je dat even uitleggen? Nou, Crea Roos heeft een hele leuk initiatief gedacht. Die heeft contact opgenomen met het Nationaal Comité van 4 en 5 mei. En ze hebben gevraagd van, zouden wij een schminkshalon mogen maken? Heel herkenbaar natuurlijk, de vlam, teken voor vrijheid, doorgeven van de vlam. Maar ook te maken met de oorlog en wat eigenlijk daar allemaal is gebeurd in die periode. Ja. Het Nationaal Comité was ontzettend enthousiast over. Die vond het een geweldig initiatief dat er nu ook een schabloon is van het symbool van de vrijheid, de vlam. En de maker Brenna in dit geval, die had een beetje aan zitten nadenken van wat kan ik hiermee? En ze kwam er eigenlijk achter dat in de Tweede Wereldoorlog ook heel veel gehandicapte kinderen zijn vermoord omdat ze zijn zoals ze zijn. Ja. Ze waren uniek, bijzonder, maar eigenlijk mochten ze dat niet zijn. En daar heb je naast dat natuurlijk heel veel Joden zijn vermoord, werden deze mensen ook gewoon vermoord. Ja. En eigenlijk konden zij niet in de vrijheid leven. En zij bracht dat eigenlijk naar de link, naar Noah. Van, maar Noah kan eigenlijk ook niet in de vrijheid komen, omdat er gewoon heel veel regels zijn waardoor ze bijvoorbeeld niet een bus kunnen aanschaffen. Om maar wat te noemen, Ja, en zij heeft dus besloten, vanaf ze nou die schminkshalon verkopen, dan gaan we daar gewoon een gedeelte van het geld wat binnenkomt, gaan we dan geven aan Noah, zodat hij toch straks
Hè, daar gaan we allemaal voor. Ja. In vrijheid kan ondernemen, dat hij zelf op stap kan. Dat hij samen met zijn ouders ook kan gaan en staan waar hij wil. Okay. Zonder dat hij daarin wordt belemmerd. Ja, dus wat dat betreft is een sminkschabloon eigenlijk hartstikke leuk. Ook om bijvoorbeeld je te sminken voor, ik noem maar wat, een bevrijdingsfestival. Daar komen er weer een boel aan. Hè? Ja, ook in de buurt. Ja, in Doetinchem ook weer in Zutphen ook trouwens. Dus dan zou je bijvoorbeeld zo'n sminkschabloon kunnen gebruiken. En sowieso voor bevrijdingsdag lijkt me dat inderdaad best leuk. Ik bedoel, als we ons op Koningsdag zou kunnen uitdossen, waarom dan niet op bevrijdingsdag? Hè? Dat denk ik. Ja, en zo'n sminkschabloon, hoe kun je daar aankomen? Nou, dat kun je doen door naar de site te gaan van Crea Rose. Dat is www.crearose.nl. De winkel zit in Lievelde. Daar kun je aanschaffen voor 3,75 kost het schabloon. Maar daar gaat 1,50 naar de bus van Noah. Natuurlijk kun je ook ons bellen of kijken via de website. Ja. Kijk op de Facebook-site van Noah Bretthouwer. Daar staan ook alle gegevens. Maar je kunt ook gewoon doneren om Noah te helpen door door het vuur te gaan voor hem als het ware. Okay. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om die mooie schabloon aan te schaffen, dan is dat ook mogelijk. Okay, ik stel gewoon voor dat iedereen even gaat kijken op de site van Crea Rose. Dat is atelier.crearose.nl. Klopt. En als je dan intoet /de-vlam-van-Noah, dan kom je precies daar waar je zijn wilt. Naar op de site van Crea Rose zul je waarschijnlijk ook wel gewoon een link vinden naar op deze site. En dan weet je precies wat er gaat gebeuren. En zeker als je naar het schabloon gaat. Juist, en dan kun je inderdaad zo'n schabloon kun je dan bestellen. Wat hartstikke leuk is voor bevrijdingsdag. En ja, nogmaals, het geld gaat naar een heel mooi doel. Goed. Absoluut. Ja, nou en wat mooi is natuurlijk ook dat als de bus zeg maar aangeschaft kan worden door alle donaties die binnenkomen, dan zal deze vlam ook worden doorgegeven weer naar een ander kindje met een beperking, zodat die ook weer die vlam kan laten branden. En zo blijft het eigenlijk dat we deze schabloon als het ware het hele leven door laten branden. Oké, dat is inderdaad een mooi idee wat erachter zit. Nou, ik hoop Henriette dat er heel veel mensen op gaan reageren, dat er vluchtschablonen worden verkocht. En dan wens ik in ieder geval heel veel succes met de actie en bedankt dat je nog even in het programma wilde komen. Nou, heel graag gedaan en een fijne dag verder. Ja, jij ook.